Voor zo'n 50 scholieren van het Pieter Zandt College in Kampen is het vandaag een extra bijzondere dag. In het kader van hun business college zetten ze hun eerste stappen in de ondernemingswereld. En jullie zien er wel heel netjes uit allemaal ook. Ja, dat hoort bij business college. Je gaat ook een bedrijf opstarten, dus allemaal in pak. Hier bij AFAS is de kick-off van een uitdaging die hen de komende weken bezig gaat houden. Ze gaan telefonisch kerstpakketten verkopen voor het kinderevangelisatieproject Evangelistek. Evangelistek is een organisatie die kinderwerk en kinderevangelisatiewerkmateriaal ontwikkelt. En je zoekt de verbinding tussen hoe haal je middelen binnen om dat werk te kunnen inzetten. Je kunt een opdracht van school krijgen uit een boek, maak die en die opgave en daar kan je van leren. Maar het meest leer je op het moment dat je met je voet in de bak bent. Het mooie van dit project is dat de jongeren ook iets meekrijgen wat Evangelistek doet en het hogere doel om kinderen met het evangelie in aanraking te brengen. En dan zijn ze niet alleen commercieel bezig, maar ook ideeel bezig. En die match is goud waard. Ik vind het een heel mooi project ook, omdat je zeg maar echt met kinderen ook zijn ze bezig. En ja, ik vind het ook wel heel belangrijk, omdat je echt als je al vroeg begint met evangeliseren aan kinderen, dat is toch wel ook wel goed, zeg maar, zodat dat ook in de toekomst kan groeien, denk ik. Dus. Zoek in de komende tijd, dat is de komende week, 10 bedrijven in je netwerk die jij persoonlijk wilt gaan benaderen. Het was net gezegd dat ik 10 bedrijven moet ben. Ik probeer nog meer te doen. Ben je een beetje commercieel ingesteld? Ja, een beetje wel, ja. Want in een bedrijf is het eigenlijk heel eenvoudig. Daar is de receptioniste heel erg belangrijk. Heb je belangst? Ja, een soort van. Een klein beetje. En hoe ga je dan daardoor heen komen? Gewoon zeggen dat je zelf wel kan en dan lukt het vast wel. Gewoon tegen die mensen als je de telefoon opneemt. Ik kan het wel. Ja, een soort van. Thuis neem ik ook wel heel vaak de telefoon op. Vind ik helemaal niet eng. Dus je hebt al geoefend? Ja. Straks elk telefoontje wat je opneemt is, wilt u een kerstpakket? Ja, zeker. Voor een groot gedeelte is het echt boerenverstand. Gewoon heel simpel blijven en simpel denken. Maar dat betekent niet dat het natuurlijk niks over te zeggen is. Dus er komen straks een heel aantal tips voorbij. Dus je stelt jezelf eerst voor, maar de tekst staat ook op de computer. Dus je kunt gewoon zeggen wat op het beeldscherm komt te staan. Ik denk dat je het voor het eerst gewoon een keer moet doorkrijgen hoe het allemaal werkt. En dat het dan wel in je zit en vanzelf gaat, soort van. Dus de klant wil kennelijk eerst overtuigd zijn en een stukje vertrouwen en begrip hebben. En dan wil hij wel praten over die kerstpakketten. Als de klant boos wordt, dan moet je gewoon die klant zijn vertrouwen weer winnen. Ja, jullie hebben even geproefd. Hoe smaakt het? Ja, lekker. Je moet natuurlijk wel weten wat je straks gaat verkopen. Is het een beetje kwaliteit? Ja, hele goede kwaliteit. Ga je ze overhalen? Ik ga ze overhalen. Ik ga het op zijn best proberen. Probeer het in stapjes te hakken. Probeer eerst even met die klant een beetje te levelen. Ik had gedacht, je zegt altijd u tegen een klant. Maar je moet proberen op hetzelfde level als een klant te komen. Ik denk dat dat inderdaad heel belangrijk is. Oké, iemand hangt op. Wat doe je dan? Als ik de tips moet volgen, dan 10 minuten wachten en dan toch nog een keer terugbellen. En dan excuses aanbieden voor wat er is gebeurd en dan toch verder gaan. Hoeveel moet er opgehaald worden? Ja, de leuke rekensom die we jongeren voorhouden is 50 jongeren die 10 bedrijven aan zich weten te binden, keer een gemiddeld 20 kerstpakketten, keer een gemiddelde winst van 7 euro is 70.000 euro. Laat het nou eens de helft zijn. 35.000 euro opbrengst winst voor Evangelistek. Mijn moeder die verkoopt ook kerstpakketten. Niet alleen, maar zeg maar met de stichting ook. Dus ja, dan zijn we een klein beetje concurreren van elkaar. Maar ik denk dat we dat wel gaan oplossen. Je gaat het wel winnen van je moeder? Ik denk het wel. Als ze jongeren willen helpen, moeten ze naar www.kerstpakketactie.nl gaan. Want dan gaat het bijna vanzelf, hoeven ze zelfs niet meer gebeld te worden. Maar even de jongeren aan de lijn hebben is natuurlijk ook leuk. Want dit is voor jongeren een leerproces. Dus maak het ze moeilijk, maar geef ze ook een succeservaring door te bestellen. Hey, stel je nou voor dat een bedrijf zegt van, het is allemaal leuk en aardig, maar ik heb ze net besteld. Nou, dan vraag ik of ze een bedrag willen afstaan aan Evangelistek. Dus ik begrijp dat ik niet zo makkelijk van je afkom aan de telefoon? Nee, zeker niet.